hieronder. En als het lukt, dan ga je gewoon een beetje dichterbij. Ik ben Marissa en ik ben 11 jaar. Ik ben Elif en ik ben 10 jaar. Ik ben Zenef en ik ben ook 10 jaar. En we gaan proberen om met paarden vrienden te worden. En werken met de paard. Ja, en, ik vind het super spannend en ik vind het ook super leuk om vrienden te maken. En ja, het is leuk. En ik vind het ook een beetje eng voor de eerste keer. Mijn doel is dat je vrienden wordt met een paard. Laten we beginnen! Oké, jij mag even een stapje naar achteren. Dan ga ik hem eerst even losknippen, ja? Oké. Blijf jij ook goed bij mij? Nee. Oké, waar je op moet letten is dat we niet te dicht bij ze binnenkomen. Ja, dat is alles. Kom. Goed bij ons blijven. Ja. Ik hier een beetje. Als jij je armen stil houdt. Oh, niet te dicht bij. Ja. Hey, jij stond er net bij. Waar is zij heel erg goed in? Bijna alles. Het was heel erg goed om het paard in beweging te zetten. Hè? Dat ging super goed. Kostte jou bijna geen moeite. Wat vond jij het leukste? Wat vond jij het makkelijkste gaan? Achtervolgen. Toen hij naar je toe kwam, hè, met je mee ging lopen. Zo, dat deed ze makkelijk. Hè? Hop, 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 hop. Daar ging je. Hij werd dikke vrienden met jou. Hè? Ja. Waar was ze nog meer heel goed in? Vond hij die lief? Hij vond het super lief. En wist je nog hoeveel kilo die was, of niet? Deze? Ja. Nee. Ik denk wel 350 kilo. Die andere was 300. 350, 300. 400 kilo. En die is iets kleiner, ja. Wat deed zij heel erg goed? Veel. Goed met het paard meelopen. Het ging super goed, want hij vindt het best moeilijk om die rondjes te lopen. Maar je kreeg het gewoon voor elkaar. Hè? In het begin vond je het nog een beetje spannend, volgens mij. Hè? En wanneer ging het goed? Wanneer dacht je, oké, dit wordt wel tof? Een beetje in het midden. Een beetje in het midden, hè? Want dat werkt altijd als je zo gaat leren. Dus beginnen is het een beetje spannend. En als je dan gaat oefenen, dan wordt het steeds leuker. En wat deed hij op het laatst? Hij ging met me meelopen. Hij ging met je meelopen en hij ging met je knuffelen, hè? Hij was helemaal dikke vrienden geworden. Ik ga nu wandelen met de paard en het is superleuk. Ook een beetje spannend. En je moet niet dicht bij zijn kont gaan, want dan gaat hij je trappen. En dan krijg je weer pijn, dus het is niet zo fijn. Nee, wel een beetje naar mij lopen er even wel. Kom maar uit. Heel goed. En als je dan deze kant op loopt, voor je deze loopt, dan zie je ook naar links. Ja. Gaat nu heel goed, hè? Ja. Zullen we een stukje gaan lopen? Ja, tot en met waar. Hij moet helemaal naar zijn stal. Kom op. Kom, dan moeten we even aan deze kant, anders hebben we een paal. Kom. Ja, kijk. Het komt heel leuk om de paarden te lopen en ze zijn ook heel lief en je kan echt heel goed met ze kroelen en met ze aaien. En ze heeft het super gedaan! We hebben leuke dingen meegemaakt. We hebben paarden geaaid, we mochten ze naar de stallen brengen en we mochten er een soort van rondje mee maken. Dat was eigenlijk heel erg leuk. Ja. Deze les was heel erg leuk en ik wil het veel vaker doen op een paard rijden. Ja, niet rijden, maar... Niet rijden, maar ja... Met een paard samenwerken. En ja, ze zijn echt super lief en ook lekker zacht. Ik weet nu wel hoe je vrienden moet worden met een paard. En ik vond het paard super leuk. En het was leuk om met paard te werken. Dus ik vond de paard ook echt super lief. En... Nu vind ik het niet zo eng, maar wel nog een beetje. Ik zou zeker aanraden om kinderen dat te kopen. Maar het is wel een beetje duur, maar het is wel leuk om te doen. Dus ja, het kost niet echt zoveel, maar ongeveer met elkaar is het 3000 euro. En vergeet ook niet te liken. Abonneren. Abonneren op ons kanaal. En vergeet niet op dat badge te drukken, dan mis je nooit... dingetjes van ons video. Video's. Ja. Doei! Doei.